mijn naam is Jacques Tilmans. Ik ben de artistiek leider van de Stilte en choreograaf. En ik ben ook de oprichter van het gezelschap in 1994. Dat ontstaan van de stilte hangt samen met een soort van noodzaak voor mij persoonlijk op dat moment. Ik was docent aan de Dansacademie in Tilburg. En ik stelde mezelf de vraag, als ik nu doodga, heb ik dan gedaan wat ik wil? En het antwoord was nee. Dus met mijn 40 had ik iets van, ik wil eigenlijk toch mijn eigen stukken maken. En toen ben ik begonnen. Ik koos voor kinderen omdat je aan de ene kant zelf tot andere thema's komt dan wanneer je voor volwassenen werkt. Met volwassenen, mijn thematiek was heel sterk toch rondom, nou ja, zin van het leven, dood. Waar ontleen je dan je waarde aan of waar ontleen je je doelstellingen aan? En bij kinderen kon je helemaal gaan voor de hoop. Dus niet zozeer het einde, als wel het begin van de tocht wordt dan boeiend. De instelling van mij als choreograaf en de dansers is ook anders. Alsof je meer verwonderd kunt raken doordat je voor kinderen kiest dan wanneer je voor volwassenen kiest. Ik ben Jan Baanstra en mijn rol binnen de stilte is die van zakelijk leider. En als zakelijk leider ben je verantwoordelijk voor het financieel beleid aan de ene kant. En aan de andere kant stem je heel veel dingen af met de artistiek leider, dat is Jacques. Dus ik kijk welke producties moeten er gemaakt worden, welke wil Jacques maken. Past dat ook binnen wie wij zijn? Past dat ook binnen ons financieel plaatje? En als dat niet zo is, dan ga ik op zoek naar geld om te kijken of het wel kan. Op zakelijk gebied is er de afgelopen jaren veel veranderd. Dus toen ik hier als stagiair binnenkwam, dat is 17 jaar geleden, toen kregen wij alleen nog maar structureel subsidie van de gemeente en van de provincie. En in 2009 kregen wij ook geld vanuit het Rijk, de basisinfrastructuur zoals dat mooi heet. Dus toen kregen we rijkserkenning. En inmiddels hebben we ook Europees geld. We doen mee aan een Europees project, genaamd Mapping. Maar er is ook nog veel meer veranderd natuurlijk op zakelijk vlak. Dus we zijn veel meer voorstellingen gaan verkopen. En we zijn ook veel meer verschillende voorstellingen gaan verkopen. We hebben bijvoorbeeld onze 1-2'tjes. Dat hebben we ontwikkeld in 2017. Dat zijn kleine voorstellingen op school, in de klas. En toen we het ontwikkelden in 2007, toen deden we er zo'n 20. En vanaf 2010 doen we er jaarlijks zo'n 400 overal in Nederland gespreid, in kleine dorpen. En we zijn voornamelijk ook voor de jongste leeftijdsgroep de afgelopen jaren gaan produceren. Dus voor kinderen vanaf 2 jaar. Dus vanaf 2014 met Hia Huttenbouwers. Dat betekent dat er dus een extra product is toegevoegd bij de stilte. En wat we ook nog zijn gaan doen, is dat we heel veel meer workshops zijn gaan doen. Dus toen ik hier binnenkwam, deden we helemaal geen workshops. En tegenwoordig doen we zo'n 1500 workshops per jaar, voornamelijk op scholen hier in West-Brabant. Ik ben Gertien Bergstra, ik ben repetitor bij de stilte. En samen met mijn collega's Femke en Jack Gallagher zorgen wij ervoor dat het repertoire wat we hebben zo goed mogelijk op het podium terechtkomt. Dus dat de dansers, dat de kwaliteit van de dans op het best tot uiting komt. En wij maken, samen met Femke maak ik deel uit van het educatieproductieteam. En daar zitten ook heel veel taken op, die gaan over het artistieke vlak. Dus bijvoorbeeld de casting, welke mensen zetten we bij elkaar. Welke mensen dubbelen eventueel de voorstellingen en de repetities daarvan uitzetten. En alles wat erbij komt kijken qua productie, dus kostuums, de muzici die erbij gevraagd moeten worden. Bijvoorbeeld sommige voorstellingen zijn met live muziek, dus het regelen daarvan dat zij ook bij de repetities komen. Dus het hele voorwerk, alles wat leidt tot uiteindelijk het product op het podium, daar zijn wij ook mede bij betrokken in de organisatie. Wat ik beschouw als dansen specifiek voor kinderen, zijn dansen waarin je in ieder geval ontwikkeling hebt, dus dat er een proces in de voorstelling zit, dat het niet alsmaar alleen één bepaalde sfeer blijft, maar dat er echt wat in gebeurt, zeg maar, dat er ontwikkeling in zit. Ik vind ook heel belangrijk dat er humor in zit in een dansvoorstelling. En in mijn allereerste voorstelling, toen ik begon met het maken van dansvoorstellingen voor kinderen, koos ik ook voor een soort thematiek waarin het kind niet het slachtoffer blijft. Dus ik denk dat kinderen vaak het slachtoffer zijn van de volwassenen en dan later weer de dader ten opzichte van de generatie die daarna komt. Omdat we
op een of andere manier toch niet in staat zijn om elkaar te begrijpen. Wij zijn allemaal kinderen geweest, we zijn allemaal ervaringsdeskundigen. En toch blijkt het in deze wereld ontzettend moeilijk te zijn om kinderen centraal te stellen. Om kinderen de plek te geven die het leven aangenamer maakt. Het productieproces van een choreografie, daar komen eigenlijk heel veel dingetjes bij kijken. Dus wat je uiteindelijk ziet is heel veel dans. Maar naast de dans moet er ook gekeken worden naar welke muziek erbij komt kijken. Welke decor, welk setdesign erbij komt kijken. In hoeverre het setdesign een rol speelt in de choreografie. En of dan misschien het decor in een vroeg stadium bij moet komen of juist wat later. We hebben nu best wel veel voorstellingen met live muziek of een compositie. Dan komt het er ook op neer dat je de componist er in een tijdig stadium bij hebt. Last but not least het lichtontwerp. Dus op het moment dat de choreografie al behoorlijk ver is. En er is natuurlijk al een decor en er zijn ook inmiddels kostuums. Die zou ik bijna nog vergeten. Kostuums gemaakt, dan komt het er ook op aan dat het lichtontwerp de voorstelling zodanig ondersteunt dat het een goed product wordt. En als dan eenmaal al die elementen bij elkaar zijn gekomen, dan organiseren wij try-outs. Dus dan gaan we onze eerste keren echt met publiek doen om te kijken hoe werkt het nu eigenlijk? Hoe zit die spanningsboog van de voorstelling in elkaar? Werkt die voor het publiek? Blijven ze erbij? Blijven ze aandachtig? En na die try-outs, dan komen we uiteindelijk bij de première uit. Dan zou die af moeten zijn, maar wij vinden bij de stilte dat het eigenlijk een voortdurend proces is van ontwikkeling. Dus zelfs na de première komen wij nog wel eens achter dingetjes dat we denken, oh, dat kan nog net even een beetje meer zo of een beetje meer zo. En zo blijft het eigenlijk voortdurend groeien. Ja, dus het creatieproces is niet alleen afhankelijk wat jij met de dansers doet, wat je ze laat dansen of welke opdracht die ze geeft. Elke keer tuig je de. Het is alsof je een kerstboom optuigt. Een beetje een rare vergelijking. Maar elke keer doe je er iets bij, haal je er iets af. En dat, met al die elementen, zoals kostuums, decor, muziek. Dat zijn allemaal elementen die daar aan het creatief proces bijdragen. Dansen voor kinderen is ook dat je uitgaat van jezelf als kind. We zijn allemaal kinderen geweest. We hebben allemaal ervaringen. En als ik voorstellingen maak, dan ga ik dus sterk uit van wat ik mij nog in mijn kind zijn kan terugvinden. En het kind in jezelf blijven ontdekken en koesteren. En dat bepaalt ook de voorstelling. Dus niet zozeer, er komt een vraag, dit en dit hoort zo te zijn. Want kinderen vinden giraffen leuk of vinden ze Fortnite leuk en dan moet ik een Fortnite voorstelling maken. Nee, uiteindelijk is het zo dat op het moment dat je ergens echt voor gaat, dan krijgen kinderen dat wel mee. Je hebt te maken met je publiek waarvoor je het maakt. En je hebt te maken met het stuk wat van begin tot eind een stroom moet hebben, een flow moet hebben, moet kloppen, hout moet snijden. Dus het verloop van de voorstelling is heel belangrijk. Maar natuurlijk weten wij wat er voor nodig is om een kind erbij te laten blijven. Maar je gaat vooral zorgen dat het stuk aan zich klopt. En parallel daar loopt zeker aan dat het voor het publiek waarvoor je het maakt interessant moet zijn. Ik heb eigenlijk geen echt hoogtepunt. Ik vind gewoon iedere dag leuk om bij de stilte te zijn en fijn. En iedere dag heb je eigenlijk een hoogtepunt. Dus het maakt eigenlijk niet uit wat wij doen, zolang we maar voorstellingen voor kinderen blijven doen. En
Elke dag raak je een ander kind met je voorstelling. En juist dat is elk moment, is dat een hoogtepunt. Als ik het zou moeten markeren voor de buitenwereld, dan is een hoogtepunt dat wij bijvoorbeeld in 2009 voor de eerste keer landelijk geld kregen en erkenning. Maar dat is meer voor de buitenwacht. Voor mij gaat het er veel meer om wat we als stilte zelf doen, wat we zelf belangrijk vinden. En dat is iets wat continu aan de gang is. En daarmee heb ik eigenlijk elk moment dat ik bij de stilte ben, heb ik een geluksmomentje als ik daaraan denk. Dus hoe veranderen wij de wereld van een kind? De stilte is enorm succesvol internationaal. We hebben natuurlijk ongelooflijk veel landen inmiddels bezocht. We zijn alleen niet in Nieuw-Zeeland geweest en Australië, dus Oceanië hebben we niet gehad. Maar verder zijn we op alle werelddelen ook geweest en dan in verschillende landen. En dat heeft ook te maken dat er hele duidelijke danskwaliteit geboden wordt. Plus er ook een inhoud is die hout snijdt. Gelijktijdig vind ik dat wij uiteindelijk hopelijk niet de witte olifant blijven die we nu nog internationaal zijn. Er is dus voor kinderen niet zo ontzettend veel waarin kinderen echt aangesproken worden op hun kwaliteiten. Meestal is het, wordt het nogal geïnfantiliseerd. Dus dan krijgen kinderen voorstellingen en dan beginnen volwassenen piep, 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 piep. En in Nederland zijn we daar een stuk verder in. Ook in de dans, daar hebben we zelf onze bijdrage aan geleverd. Dat het niet is dat we alleen bezig zijn om kinderen te leren. Want daar begint het mee. Want te leren, dat veronderstelt ook al dat ik het weet en dat ik jou ga bijbrengen. Nou, dat is niet onze taak. Onze taak is ervaringen te delen. En of dat nou kinderen zijn of volwassenen, dat vereist ook een andere instelling. En dat mag voor mij in die internationale wereld nog veel meer ontwikkeld worden. En daar hopen wij wel onze bijdrage aan te leveren. Wij zijn als mensen niet zo ontzettend verschillend. En dat vond ik ook een eye-opener toen wij zo internationaal gingen. Dat je dan denkt, oh, nu moet u iets heel anders doen. Terwijl je dan in die andere landen merkt, nee, wij moeten gewoon dat doen wat ons DNA is. En dat wordt wel degelijk gelezen. Dus die kinderen lezen onze taal hartstikke goed. En wat we daarin dan merken is dat elk kind in die zin anders kijkt. Het ene kind let heel erg op de kostuums en maakt het verhaal vanuit het kostuum. De andere volgt meer de handeling, dus die volgt meer het verhaal. De andere kijkt echt meer naar de dansen. Dat geldt voor de kinderen die ook van dansen houden. Ik was zelf bijvoorbeeld een enorme liefhebber van voetbal. En daarom vind ik ook dat ik dans op zo'n manier aan moet bieden dat het juist niet alleen ertoe doet of je van dans houdt, maar dat het toe doet wat die voorstelling voor impact heeft. Momenteel zijn wij bezig met het creatieproces van een voorstelling die heet Wacht eens even. Het is een voorstelling die we maken voor een heel jong publiek. 6 maanden tot 3 jaar. Het is natuurlijk een grote leeftijdscategorie eigenlijk. Hè? Kind van 6 maanden is in een heel andere ontwikkeling dan die van 3 jaar. Maar wij denken, dat moeten we zeker nog uitproberen. Dat zeker kan. Dus wij zijn nu in de studio aan het klooien en spelen en choreograferen. Ik denk dat het visuele aspect heel belangrijk is. Dus dat het beeldend interessant blijft om naar te kijken. Ik denk ook dat de aandacht voor zowel het grotere geheel als de details binnen het grotere geheel een functie gaan hebben. Ik denk dat de muziek of geluiden of wat dan ook een grote rol moeten hebben. Ik denk dat je in de choreografie ook een soort handreiking mag hebben om kinderen mee te laten kijken. Dus dat je ze eigenlijk uitnodigt om met je mee te gaan. Dus dat heeft ook een soort tijd nodig voor een kind om erin te gaan zitten.
Dat is ook heel belangrijk. Ja, dus is een kalme start. Ja. Dus een kalme opbouw. Ja. En ook die kinderen, die kun je niet direct hup in een stoel in theater zetten. Hè? Dat is misschien de allereerste ervaring met theater. En het zijn wel de kinderen van de toekomst. Hè? Dus daar zul je ook goed voor moeten zorgen. Dus dat in het theater gaan, dat zal ook onderdeel zijn van het stuk. Dat is ook onderdeel van de ervaring. Yo. Yo. Wat ik met de stilte nog steeds wil, is de wereld veranderen. Dat is een heel hoog streven. Maar dat zit met name, ik wil met name vragen proberen op te roepen. Dus dat je niet zozeer de club bent die antwoorden geeft, maar de club die vragen mobiliseert. Bijvoorbeeld, oh, het zou zo kunnen, oh, dit zou kunnen, dat zou kunnen. Dus de tolerantie wordt groter als wij hetzelfde anders zien en dat ook uit kunnen spreken. Dus wat voor mij nog steeds van belang is, is dat wij allemaal verschillend zijn. Dat juist die verschillen leiden tot kwaliteit. Dus uiteindelijk is dat ook binnen een gezelschap, is het ook binnen een samenleving. Die verschillen maken dat wij groeien. Een voetbalelftal met 11 keepers is een heel slecht voetbalelftal. Dus we hebben allemaal verschillende taken, verschillende kwaliteiten. En die kunnen we alleen maar behoorlijk ontwikkelen op het moment dat we die uitwisselen met elkaar. Probeer niet allemaal hetzelfde te worden, want dat leidt tot ellende.